Je hebt zeg maar een babytje en dan je kan er niet op een bepaalde manier vasthouden, want de arm is gebroken. Je kan er niet op een bepaalde manier voeden, want het armpje. En zo pijnlijk, dan gingen we er omkleden en dan deed je zeg maar dat armpje heel voorzichtig en dan zo, dan voelde je ook. En dan brak die weer. Nou, echt. Dat je zit, oh nee, oh wat erg. En dan gilde ze het uit en denk je, oh arme meid, weet je, het begin van je leven en dit is hoe het begint. Maar uiteindelijk, nou, ik denk dat het na een maand of zo, was wel heel bijzonder, begon ze dus haar arm weer te gebruiken. En toen was het echt een soort van, oh my god, ja. Weet je, oh jee. Maar ja, heel heftig.